Goedemiddag, nog een paar uur en dan is actie Waterkracht alweer voorbij. Een week lang dronken we alleen maar water. En vandaag in het Waterjournaal hebben we live contact met onze landendirecteur in Mozambique. Kijken we terug op deze actieweek en kijken we hoe Wilfred langsgaat bij een familie die ook meedoet aan deze actie. Ja, actie Waterkracht. We zijn helemaal op het einde gekomen. Een week lang heb je je koffie, je thee, je alcoholische dranken laten staan. En ik vond vooral de koffie zeer pittig. Aniko, heb jij het ervaren? Ja, ik vond ook de koffie en de thee miste ik ook wel heel erg. Vooral 's avonds thee drinken. De eerste twee dagen was ik best wel suf ook. Oh, ja. Niet vooruit te branden. En verder gaat het wel. Het is vooral een beetje saai. Gewoon alleen water. Wat wil je drinken? Nou, ik zat deze week ook bij de kapper. Nou, alleen maar water. Nou, lekker goedkoop, dat is ook weer zo. Hey, en hebben ook meer mensen een reactie gegeven op hun deelname deze week? Ja, Wilma stuurde ons een mailtje. Ze zegt, alleen water drinken is soms lastig, maar valt over het algemeen prima te doen. Ik wissel warm en koud water af en mis de smaak. Ik drink normaliter liters thee, maar beperkt. Prima om met deze actie mee te doen en zo te zorgen voor schoon drinkwater voor anderen. Klazine heeft hier een heel verhaal geschreven. Ze zegt, het is een zinvolle actie. Ik heb ook collega's kunnen aansporen en mensen merken het ook op in mijn werk. En dan kan ik dan weer vertellen dat ik bezig ben voor Dorcas. Ze vindt het ook moeilijk. Het is heel vanzelfsprekend om thee en melk te nemen en ook rond 10 uur de koffie. Ja, dan heb je voor je het weet heb je het alweer gezet of heeft iemand anders het alweer voor je ingeschonken. En dus drinkt ze heel af en toe nog wel even wat thee en wat koffie. Om niet te veel afkikverschijnselen te hebben. Maar met frisdrank heeft ze geen moeite. Tanja die zegt, natuurlijk heb ik wel ervaren deze dagen dat het drinken van alleen maar water niet zo makkelijk is. En vanmorgen had ik ook echt behoefte aan een lekkere warme thee en een paar uur later ook aan koffie. Dan is water alleen wel heel erg saai. Ze heeft in Zambia gewoond en daar had ze ook een kraan. Maar ze weet even niet meer of ze dat water ook vooraf moest koken. En ze vindt deze week wel heel bijzonder om het zo met ons te doen eigenlijk. Het is wel grappig, dan heb je daar gewoond en dan ben je dat stuk dus vergeten. Dat is wel, dat zegt misschien ook hoe snel je eraan went als je geen toegang hebt tot schoon water, de oplossingen die je dan zelf kan bedenken. Ja, onze collega Stefan die ging langs bij een waterbedrijf, waterfilterbedrijf. En daar sprak hij met Peter Koelewijn, die is waterfilter-expert. En hij levert al jaren maatoplossingen aan particulieren in binnen- en buitenland. En hij is heel erg enthousiast over deze actie. Daarnaast hebben we ook nog een verloskundige praktijk, Creation Verloskundigenpraktijk. En zij deelde op Instagram het volgende. Wij zullen deze week alleen maar water drinken en onze koffie- en theeautomaat is een weekje gesloten. Op het apparaat hangt een QR-code waarmee je een bedrag kan overmaken naar Dorcas. Nou, supermooi om te horen. En zo'n bedrag overmaken, al is het op dat koffiezetapparaat, dat doe je natuurlijk niet voor niets. En al het geld wat we deze week hebben opgehaald, dat gaat naar de waterprojecten van Dorcas. En een van die projecten, dat is in Dombé, dat is in het midden van Mozambique. En dat gebied is een aantal jaar geleden flink getroffen door de orkaan Idai. Nou, en Dorcas werkt mee aan de opbouw van het watersysteem, zodat mensen thuis, maar ook in de gezondheidskliniek en de mensen op school, weer toegang hebben tot schoon drinkwater. Nou, en Dorcas zou Dorcas niet zijn als we daar niet een leuke video van hebben. Dan gaan we even naar kijken. Água está a ser diariamente, antes de água nós sofríamos muito. Às vezes não ia na machamba por causa de buscar água, carregar bidões diariamente, nem descansar nem o quê. Mas agora estamos bem com água perto de casa, tomar banho bem, com esse tempo de verão, tomar banho diariamente, oralmente. Já que tipo uma vura, tinha uma vura de uma fundo, tem uma namo, anaricito, no mesmo vura, um tombo, uma poço. Assim, se não tiver alguma vura, é cachena. Atishabati doença, kubepa karepote ya ima mpura zino doença, tebatana no korera muno mdombe muno mumu. Tebatana ma doença kawanda korera ma diarea yenga eskapeli. De facto, depois do ciclone Idai tivemos várias consequências negativas, principalmente na destruição de várias infraestruturas. Então, após a isso, nós recebemos as dorcas das nossas infraestruturas, principalmente nos sistemas de abastecimento de água. Isso ajudou muito. E também ajudaram no centro de saúde, na escola secundária de Dombe, onde tem muitas crianças também, vão lá estudando. Então, com esse problema, com essa saída, essa,
esse apoio que tivemos das Dorga ajudou-nos aquela escola a ter a água potável. E também tivemos água no centro de saúde de Dombe. Os nossos doentes vão para lá, de facto precisa de água. Para as pessoas, os utentes que aqui atendemos, é um grande ganho mesmo, porque aquela fontenária ajuda os nossos serviços na limpeza, tanto como a própria água de beber e outros fins. E consumindo água potável é garantir a saúde, e sem água não há vida. Nou, tof om zo'n project zo in beeld te zien. Dan gaan we nu over naar het korte waternieuws. Sinds afgelopen woensdag kun je luisteren naar een nieuwe Doorkast. Dat is de podcastserie van Doorkast. Deze gaat over schoon water en onze waterexperts Esther en Anne-Greet vertellen ons over het belang en de kracht van schoon water. Ja, en in die podcast hebben we het ook over de UN-conferentie die deze week gehouden is. Daar heb je misschien wel wat van gehoord, ook in het nieuws. Dat is in New York gebeurd. Er hebben meer dan 200 landen gepraat over oplossingen en problemen rondom schoon water. Dus dat is het mooie. Daarin zegt Anne-Greet en Esther ook van het is goed dat deze conferenties er weer zijn. En ik heb begrepen dat het de eerste is in ongeveer 50 jaar tijd dat er weer een waterconferentie is gehouden. Nou, en ook onze koning heeft er iets over gezegd. Hij zegt, we gaan een toekomst tegemoet waar we te veel of te weinig water hebben, of waar het water te vervuild is. Nou, dat zei onze koning tijdens de openingsceremonie. En hij zegt, er is te weinig aandacht voor de waterproblematiek en tot die tijd zullen wij niet rusten. Nou, dat is toch mooi verwoord, onze koning. Ja, en wie ook niet rust is onze razende reporter Wilfred. Hij ging deze week op bezoek bij de familie Kampen, een gezin dat ook meedoet aan deze wateractie. Goedemiddag, ik ben hier bij de familie Kampen in Voorst. Er is nog een huis in aanbouw, zo te zien. Iemand thuis? Ik heb begrepen dat deze familie actief meedoet aan de actieweek Waterkracht. Eens even kijken. Goeiedag. Hoi. Hallo. Hier zitten jullie. Kijk eens aan. Hallo. Dag. Ja, hier wonen wij. Tijdelijk in deze prachtige caravan. Ja, wij zijn bezig ons huis te bouwen. Dit is jullie huis? Ja, dit is ons nieuwe stulpje. Wel leuk, hè? En hoe is dat met z'n drieën in een staarcaravan? Nou, het is eigenlijk met z'n vijven. Het is een beetje druk, maar het is wel prima, hoor. Ja? Ja. Nou, wat leuk. Zullen we even een rondje lopen? Ja, prima. Ja? Hey, Christel, hoe vind jij het om hier 's nachts naar de wc te moeten? Dan moet je dan ook naar buiten? Nu hebben we wel een wc in de caravan, maar dat was eerst niet zo. Dan moesten we eerst de waterleiding zelf aanleggen en dat was nog eigenlijk wel lastig. En dan merk je wel hoeveel je mist als er geen water is. Kijk dan! Kijk eens hier! Oh, wat krijg jij? Dat vindt hij lekker. Lekker toch? Een beetje water. Zit je ook in de caravan? Hij eet hem op. Mag ik eens even binnenkijken hoe het er naartoe gaat? Oh, dit is nog best wel ruim. Ja, toch? Normaal gesproken dan krijgen de gasten natuurlijk wat aangeboden, maar ik heb zelf mijn water meegenomen. Jullie drinken alleen maar water, dus dat zit goed, denk ik. Ja, klopt. En op welk moment is dat het moeilijkst? Alleen 's ochtends, als mijn glaasje melk mis ik wel. Ja, je melk, hè? Ja. Hallo. Hey. Hey daar. Hey. Nou, kijk eens aan, gezellig. Hey Peter, wij kijken hier naar een grote poster van Nepal. Ja, dat is de plek waar wij gewoond en gewerkt hebben voor een aantal jaar in een plattelandsontwikkelingsprogramma. Dus met het programma gingen wij samen met de boeren en de bosdienst aan de slag om te kijken hoe kon je het dan zo beheren. Dat je wel het bos bewaart, maar ook het hout eruit kan halen op een duurzame manier. En dat was ook belangrijk voor de watervoorziening, omdat als die hellingen helemaal kaal zijn, krijg je heel veel erosie. Komt de regen naar beneden en dan stroomt het water in één keer naar beneden. Ik werkte aan onderwijsprogramma's. Op een gegeven moment kwam ik bij een meisje van een jaar of 10. En die zei, ga jij ook naar school? Nee, natuurlijk ga ik niet naar school. Mag dat dan niet? Nou, ga maar naar mijn vader vragen. Dus. En die man zei, dat kan echt niet.
Want de taak van dat meisje, mijn kind was 10 jaar, was het water halen voor hun koe. Een waterbuffel hadden ze. Maar die koe moest gewoon in leven blijven om dat gezin te kunnen voeden. Want, voor de melk. Het is echt ongelooflijk, want de levensverwachting van vrouwen was toen 37 jaar. En de helft van de kinderen tot 5 jaar, 50%, die haalt het gewoon niet. Door slechte hygiënische omstandigheden. Zo. Geen schoon drinkwater. En hebben jullie daar iets aan kunnen doen? De meer technische kant van het programma. En daar waren dan veel van de lokale Nepalese collega's, die werkten dan met ons samen in zo'n programma. En die maakten bijvoorbeeld irrigatiesystemen, zodat het waterbeheer beter werd. Maar ook drinkwatersystemen, dat water hoger uit de bergen kwam en niet van laag waar de koeien nog liepen. Ja. Dus dat werd ook allemaal geïnvesteerd. En dan naast dus de technische kant ook de kenniskant en bewustwording van hoe ga je dan om met bepaalde dingen. Ja. Alle goeds hier, jullie nog sterkte in de caravan en veel plezier in jullie nieuwe huis. Ja, dank jullie wel. Ja. Ja. Zo. Nou, dat was heel gezellig, jongens. Nou, hoop ik natuurlijk dat jullie al gedoneerd hebben. Heb je dat niet? Voor €17,50 geef je iemand een leven lang toegang tot schoon drinkwater. Dus ga nog eventjes naar dorcas.nl/doneervoorwater. €17,50. Kleine moeite toch? Tot ziens. Ja, nou, wat een leuk gezin en een leuke caravan. We hadden het al even de vorige keer, het vorige journaal, over het actieboekje waarin heel veel puzzels staan. Ja, en als je die puzzels dan goed oplost, dan won je, ik heb hem al in mijn hand, deze mooie nieuwe Dorcas dopper. En we hebben een aantal winnaars, want er zijn een paar goede antwoorden binnengekomen. Het was niet makkelijk. En we hebben een van die winnaars gaan we nu even bellen. Zij heet Elise. Dus dit is niet gescript, dit is gewoon, we hebben gewoon nummer ingetoetst en we hopen dat ze opneemt. En dan wint ze deze mooie Dorcas dopper. Dus laten we gaan bellen. We doen hem even op luidspreker. Hey Elise, je spreekt met Aniek en Tom van Dorcas. We bellen je even op om te vertellen dat je de Dorcas dopper hebt gewonnen. Want je had het goede antwoord opgestuurd. Ik stuur even een mailtje nog met meer dingen, maar dan weet je dat eventjes. Doei! Nou, en naast Elise die niet opnam, hebben we ook goed nieuws voor Jesse, voor Timo en voor Carla. Die hebben ook deze prachtige Dorcas dopper gewonnen. En je krijgt vanzelf in je e-mail bericht als je een van de gelukkige winnaars bent. Als je die ook toevallig Jesse heet, dan heb je niet per se gewonnen. Maar het moet wel Jesse zijn die ook gereageerd heeft. Dus die krijgen jullie lekker thuis gestuurd. En dan nu iets heel bijzonders. We hebben namelijk een live verbinding met Florencio, onze landendirecteur uit Mozambique. Hello Florencio, how are you? Hi, how are you, Tom? Yeah, good. Thank you. So, this week we have a lot of participants. They drank water, no coffee, no tea. Can you easily skip a cup of coffee? Indeed, I mean, for the cause. I think I really want to take this opportunity and the sacrifice that our colleagues, our families are actually going through to demonstrate to the world that raising the awareness of the needs about the importance of clean water, the importance of fresh water. This is really another level for me, and I'm very grateful for that. I definitely can skip many, many, many cups of coffee for this cause. Good to hear. And can you tell us shortly about the difficulties you have in Mozambique with clean drinking water? Mozambique as a country is exposed to various types of calamities, from drought to cyclones. Now, one may think that because we receive too much rain, we do have plenty of water. No, I mean, this is the how do we actually make use of maybe that particular rainwater. The challenges, as I said, are many. The drought in some parts of the country is affecting tremendously the underground water.
for instance. On the other hand, there is also the problem of salination. Because of the climate change impact, you see that, especially for the groundwater, there is a lot of pockets of salty water that is now appearing in places where we could drill and find fresh water. It's not the case now. People are still drinking water from the river, dirty. People are still drinking water from dug wells. So you have people who are uncontrolled digging for gold, digging for other minerals, using chemicals that also end up in the rivers. I can imagine. So now we have a special moment, Florencio, because you may reveal how many people we can give access to clean drinking water. A lot of people donated, of course. And now you can reveal how many people we helped for the money we raised. We are able now at least to support over 1,500 people. 1,500 people that are now going to have access to clean and healthy water. Wow, great to hear. 1,500 people, that's a lot. Amazing. So thank you, Florencio. Have a nice day and take care. Thank you. Continue the good work that you guys are doing at the Netherlands level. Thank you. Wow, 1,500 mensen dus, hè? Echt onwijs veel. Die hebben dus deze week kunnen helpen. Een week lang dronken we water voor dus nu 1,500 mensen. En het mooie nieuws, dat bedrag... het aantal mensen wat we kunnen helpen, dat gaat nog omhoog, want we zijn er nog niet. Er komen nog steeds donaties gewoon binnen van bedrijven, van kerken. Dus dat worden nog veel meer mensen en nog veel meer projecten zoals Watertime, wat we vorige week ook zagen. Dus heel erg bedankt. En dan nog even kort het weer. De nattigheid van de afgelopen week, die is over. En dat heeft heel veel invloed op het weer, maar ook op iedereen's humeur. Ja, dat kan je wel zeggen. Hey, dit was het Waterjournaal voor vandaag. Dit was ook het laatste Waterjournaal. Bedankt voor het meedoen aan Actie Waterkracht en natuurlijk voor het kijken elke aflevering. Morgen is weer de tijd voor een kopje koffie, voor een kopje thee, eindelijk, voor een glas melk, voor een frisdrank die je lekker vindt. Geniet daar heel erg van en onwijs bedankt voor het meedoen. Ja, en ben je nou benieuwd naar de andere projecten van Dorcas? Kijk dan op onze Facebook en Instagram of op onze website. En abonneer je ook even op onze nieuwsbrief. Dan hoor je nog veel meer van wat wij allemaal doen. Tot de volgende keer. Doei. Yo, hoi.